Jan Beckerteling was een 18e-eeuwse koopman van Zeeuwse komaf. Hij kwam uit Vlissingen en leefde in de tweede helft van de 18e eeuw, begin 19e eeuw. En het bijzondere van hem is dat hij nogal cosmopolitisch was. Hij is 3 keer naar China gevaren. En dat doe je niet zomaar. En dat is toch een hele onderneming. En het bijzondere van hem is ook dat hij nogal een hevige brievenschrijver was en dat zijn brieven bewaard zijn gebleven in de National Archives van Groot-Brittannië in Londen. Daar ligt een immense hoeveelheid Nederlandse brieven uit de 17e en 18e eeuw. En ik was erop uitgestuurd door de Koninklijke Bibliotheek om te onderzoeken hoeveel dat er nou waren en waar ze vandaan kwamen of waar die brieven heen gingen. En aldoende stuitte ik op een leren portefeuille die daar helemaal niet in hoorde tussen brieven. Maar daar stond op Beckerteling Vlissingen. En in die envelop, of portefeuille liever gezegd, zaten plantenzaden. En die heb ik laten onderzoeken in de Botanical Gardens in Kew. Dat was vlakbij. Dat duurde nog weer een tijd, maar dat doet nou niet ter zake. En wonder boven wonder, die planten, die zaadjes, die ontkiemden na 250 jaar. Die man, Jan Beckerteling, bleef mij intrigeren. En jaren later zijn brieven, dat zijn er ongeveer 600, gedigitaliseerd. Maar niet netjes op een rijtje, het waren 6 archiefdozen vol. Niet op datum, niet op geadresseerde. Een baaierd van, alsof ze net in de prullenmand waren gegooid eigenlijk. Dus het eerste wat ik moest doen is daar een beetje orde in scheppen. Langzaam maar zeker kreeg ik een inzicht in die brieven en ook nog kasboekjes van de beste man zelf. En toen dacht ik, nou, ik vind ze zo interessant dat ik die man verdient een boek, een biografie. Hij schreef aan tientallen mensen, maar de bekendste daarvan zijn Betje Wolf en Aagje Deken. Betje Wolf was namelijk een tante van hem en was op zijn vele reizen altijd belangstellend voor waar hij nou zat en wat hij deed. En vaak hadden ze geen idee, zit de man nou in Kopenhagen of in Londen of weer in China. Ja, en Mabel zou ik hem willen noemen. En buitengewoon sociaal. Zij schrijven altijd aan hem van, waar ben je nou? En we verlangen zo weer dat je weer terugkomt met al je verhalen. Want jij beleeft zoveel. En wij zitten hier maar bij het kaarslicht een beetje te suffen in Rotterdam of Amsterdam. Maar jij bent in het grootste koninkrijk van de hele wereld, namelijk China. Of in Londen, of in Bordeaux of Parijs. Kom toch terug, wij willen dat graag weten. Nou, en als hij terugkomt, neemt hij altijd cadeautjes mee. Voor zijn handelspartners, voor zijn familieleden. En dat haal ik weer uit zijn kasboekjes, die ook bewaard zijn gebleven. Dan schrijft hij gewoon op een stukje porselein voor die, of een portret van hemzelf voor weer een vriendin van hem. Enzovoort, enzovoort. Waar hij ook was, hij wist meteen de juiste personen te vinden. Waarbij ik moet aantekenen dat hij vrijmetselaar was. Dat opent deuren in steden. In Londen, zelfs in Batavia, daar was ook een loge van de vrijmetselaars. Dus daar heb je direct een ingang. En verder had hij op de een of andere manier ook al in al die steden een vriendin met wie hij graag naar het theater ging of naar de komedie. Dat staat ook allemaal in die kasboekjes. En daar schrijft hij wat minder over in zijn brieven aan zijn familieleden, maar ik kan dat wel reconstrueren, want hij schreef ook weer aan die vriendinnen en die schreven weer terug. Nou, zo vormde zich een heel portret van deze man. In
Bordeaux, Emden, Kopenhagen, Londen. Dan gaat hij altijd naar kleermakers om weer nieuwe kleren te laten maken. En niet de goedkoopste. Dus hij moet er ook picobello hebben uitgezien. Wat wilde hij nou eigenlijk? Nou, hij wilde geld verdienen om van een rustige oude dag te genieten. Liefst in Frankrijk. Hij kende daar mensen en die met hen wilde hij samenwonen en boerderij runnen en van zijn vrije tijd genieten. Zover is het niet gekomen. Hij is wel naar Frankrijk gegaan. Hij is getrouwd na een jaar of vijf na terugkeer in Parijs met een Parisienne. En met haar heeft hij een wijngoed gekocht in de Margaux in Zuidwest-Frankrijk. En hij is wijnboer geworden.